Hoi, met mij. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik een shoplog / try-on voor jullie in petto. En ik heb net de try-on al gedaan. Dus de kleren gefilmd dat ik ze aan heb. En ik ben echt super enthousiast. Ik heb echt bijna alles gehouden. Het enige wat ik wil doen is meteen beginnen. Dus laten we meteen bij de eerste outfit beginnen. Ik heb wel van alles een foto gemaakt. Jullie zien hem hier. Het is een blouse dress met ripstof. En op het eerste gezicht dacht ik, jeetje wat een ding. Want hij is bovenaan best wel groot. Maar omdat je dat ceintuur eromheen hebt, dan kun je hem wel strak om je taille doen. Waardoor het een beetje puffy wordt. En ik heb de mouw ook opgerold. Heel erg leuk vind ik hem. Ik heb hem van het weekend ook al aangehad en kreeg alleen maar leuke opmerkingen ook erover. Het is een beetje stoer, maar omdat hij vrij kort is, maar niet ordinair kort, vind ik hem echt heel erg leuk. Dus deze, ja, ik heb hem al 2 keer aangehad. Hij zit inmiddels in de was en echt top, top, top jurkje. Deze was €22,50. Ik heb de color camel en hij... Ik heb hem aan in maatje 36. De schoenen die ik erbij heb zijn trouwens ook echt super leuk. Die zijn ook nieuw. Dat zijn de Block Heel Chelsea Boots. Zijn gewoon echt van die standaard schoenen. Maar ik had ze dus niet. En ik vind ze heel fijn dat ik ze heb. Ik heb ze natuurlijk in de kleur zwart zoals je ziet. En in maatje 38. En deze waren €16,50. Dat is echt heel goedkoop. Ik denk dat ik alle linkjes wel even naar alle producten in de beschrijving zet. Dus dan kun je ook nog eventjes kijken of het iets voor jou is. Nagini is een beetje op terror tour. Dus als je iets hoort op de achtergrond, dat is Nagini. Een jurkje. Ik heb dezelfde schoenen en panty erbij aan. De panty is trouwens van de Jumbo. Heb ik gewoon bij de Jumbo gehaald met 20 dinier. Nou, dit jurkje. Hij zat vrij strak aan de onderkant. Dit jurkje is van Pretty Little Things. Daar kan ik eventjes niet zien hoeveel die nou precies kostte, maar... niet veel duur, heel duur. Ik zal wel een linkje even in de beschrijving zetten. De onderkant zat vrij strak, waardoor die een beetje omhoog kroop. Maar omdat er van die een beetje losse einde aan zat, is het niet heel erg. Dan zag je niet meteen je billen. Ja, het printje vond ik wel grappig. Heel erg zomers. En ik denk dat dit voor één zomer wel leuk is. Alleen na een zomer niet echt. Want het is wel echt een printje van, oh, heb je haar weer met dat printje. Dus... deze zomer zul je hem vaak voorbij zien komen, denk ik. Hij heeft een vrij laag uitgesneden hals. Met ook weer franjes eraan, want die franjes maken het wel heel leuk. Die laag uitgesneden hals is vooral mooi bij grote borsten. Dus iets minder mooi bij mij. Maar ik vond het alsnog wel een leuk jurkje en ik heb hem ook gewoon gehouden. Nou, dan gaan we naar de volgende outfit. En dit is echt by far mijn favoriet. Ik vond deze zo leuk. Toen ik hem bestelde was ik al super enthousiast. Ik kon niet wachten tot die er was. Het is dus die panterprint blouse. Het is ook weer een blouse jurkje. Dat is echt... ik weet niet of dat nu mode is, maar ik ben echt fan daarvan. Deze is ook van Pretty Little Things. En ik weet dus niet wat die kostte. Maar het zal niet meer dan €20 zijn geweest. In ieder geval niet meer dan €25. Nagini! Ga je nu ook de camera aanvallen? Nee. Oké, maar dit jurkje, ja, pantenprint. Het kan heel fout overkomen, maar ik vind deze dus best wel classy. Omdat het ook een wijd blouseje is. Je zou er nog een ceintuurtje omheen kunnen doen. Ik denk niet dat ik dat ga doen. Ik vind het juist wel leuk dat hij zo wijd valt. De lengte vind ik ook prima. Ja, omdat het een wijd blouseje is, vind ik de lengte prima. Voor een jurkje had ik hem te kort gevonden. Ik heb aankomend weekend een feestje en podium. En daar ga ik dit jurkje naar aantrekken. Want het thema is dierentuin, geloof ik. Dus dat past er perfect bij. Dan het volgende item is een jurkje. Als ik het goed heb, ook van Boo van Pretty Little Things. Ja, ik heb hier wel een beetje meer kleur voor nodig. Zal ik maar zeggen, mijn huid moet wat gekleurder zijn om dit jurkje echt te rocken. Maar ik vond het wel een heel schattig jurkje. Vooral dat off-shoulder poffig mouwtje vind ik heel schattig. Hij is een beetje doorschijnend wel. Dus het is lastig om hem aan te trekken met zwart ondergoed eronder. Ik heb nu natuurlijk een panty aan en een zwarte BH. Die zag je wel een beetje zitten. Ik weet niet of je dat op beeld ziet, maar ik zag het in ieder geval.
Dat is een top met een broek van de Bershka. Die broek had ik al, dus is die niet nieuw. Dit topje kon je dat touwtje zelf aanrijgen hoe strak je hem wil. Dat topje is trouwens 11 euro, maatje 36 heb ik aan in het zwart. En echt super leuk. Ik moest eventjes wennen eraan. Hij is een beetje cropped, waardoor je een klein stukje buik ziet. Maar ik had een high-waisted jeans aan, dus dan kan dat echt dikke prima. Alleen had ik daaronder nieuwe schoenen. Flat heel slim sock boots. En die vond ik echt afschuwelijk. Ik vond ze echt totaal niet mooi. Ik had ze aan in maatje 38 en waren 31,50 euro. Dus deze heb ik ook al meteen teruggestuurd. Deze heb ik inmiddels in het pakketje zitten om terug te sturen. Nee, het topje heel leuk, maar de schoen eronder niet. Dus ik heb het daarna ook niet meer aan bij andere shots. Heb ik gewoon die andere schoenen iedere keer aan. Dan het volgende item was een top. Dat was eigenlijk... Ik had hem gekocht omdat hij getailleerd was. En dat staat bij mij altijd wel mooi. Mijn taille zijn in verhouding met mijn heupen niet heel smal. Omdat ik geen heupen heb bijna. Dus als ik dan een getailleerd met zo naar buiten lopen daaronder, dan lijk ik alsof ik iets bredere heupen heb. Waardoor dit echt een perfect shirt is voor mij. Ook hier zou ik wel wat meer kleur op mijn huid mogen hebben. Maar ik vond het nog wel gaan. Overigens, als ik de mouwen afstroopte, dus ik had ze nu opgestroopt, dat vond ik wel leuk. Maar dat afgestroopte niet. Dus dat is wel even een, iets waarop om op te letten. Hij was vrij groot wel. Dus je moet hem even goed aantrekken. Dat hij goed zit en mooi. Maar ik vind het een heel fijn topje om in de zomer op te... Als het iets kouder is in de zomer, maar toch wil je er nog een beetje zomers uitzien. Top. Dit is echt een top, top. Nou, helemaal top. Oké, ik hou nu op met top. Gaan we naar de volgende top. Dit was rood. Ik vind rood echt zo'n mooie kleur. Bij rood hoef je helemaal niet iets sexy's aan te trekken. En daar, je krijgt echt al een hele vrouwelijke look door rood aan te trekken. Nou wil ik niet zeggen als we jongens rood aan hebben dat ze er vrouwelijk uitzien. Maar bij vrouwen, ik weet niet. Het geeft gewoon nog meer vrouwelijkheid af of zo. Dit was gewoon een hele simpele top. Die knoopjes op de voorkant vond ik heel schattig. Die zijn overigens, die kunnen niet open. Die zijn er gewoon opgenaaid. En ja, dit was een basic top. In het rood. Ik vond hem leuk om gewoon een keer een simpel shirtje ook. Tussen alle gekkigheid. Het volgende item is een jasje slash vestje. Ik heb dus altijd moeite met vestjes en jasjes vinden. En deze vond ik er echt zo cool uitzien. Hij is sportief, maar niet meteen... Super branded, want ik vind altijd, ik vind bijvoorbeeld Adidas super leuk. Maar dan heb je meteen altijd van die strepen en het is altijd zo typisch Adidas. Nike staat er ook zo super groot op. En dit is gewoon niet gemerkt. Deze vond ik heel cool. Ik hou van groen. Groen is mijn lievelingskleur, staat goed bij mijn ogen. En ik vond dit gewoon leuk om in de zomer, als je even 's avonds de deur uitgaat, maar het is niet koud, maar toch een beetje je armen bedekken voor de muggen. Daarnaast was het spul. Toen ik het uitpakte, dacht ik echt, oh mijn god, wat is dit? Lijkt bijna een beetje regenjas stof. Maar dat is het niet hoor. Het is wel iets, het ventileert iets meer dan regenjas. Ik denk ook niet dat het de regen tegenhoudt. Maar het is een beetje van dat soort stof. Van dat plastic stof. Oké, dan het volgende item was ook een vestje. Weer groen. Hè? Je zou bijna zeggen dat het mijn lievelingskleur is. Groen, ja, met hele leuke vlindermoutjes. En het was een beetje crepe stof, weet je wel. Van dat crepe papier stof. En ik vond hem eigenlijk heel erg leuk staan. Dus dat was echt een top aankoop. Dus die heb ik ook zeker gehouden. En dan als laatste, ik had nog twee items. Een body met een beetje met kant. Maar die heb ik teruggestuurd. Want ja, die was zo doorschijnend. Ik dacht, ja, dat trek ik. Dat vind ik hartstikke mooi. Maar dat trek ik nooit aan. Dus die heb ik ook teruggestuurd. En ik had nog een pyjamaatje. En ik dacht, ja, die kan ik wel opnemen. Maar wat boeit het jullie wat voor een pyjama ik aan heb? Laat ik dat voor mijn vriendje alleen houden. Dus die heb ik weer teruggestuurd ook. Want die was ook niet. Ik vond hem niet zo mooi zitten als die bij het model zat op de website. Dus die heb ik teruggestuurd. En dan als laatste heb ik echt een super item. Dat vond ik echt mijn favoriet. Nee, dat is niet mijn favoriet. Maar wel een heel tof pak. Een rood pak. Hij zit wel strak. Dus je ziet, het verhult alles. Alle bulten en putten die je hebt in je billen. Die zie je. Maar ik vond hem zo leuk. En de kleur was zo goed. En ik had er dan dit witte shirtje onder gedaan. En ja, gewoon een beetje casual chic. En ik had hem nu met een hakje, dat laarsje eronder. Maar ik denk dat hij nog veel leuker is met de sneaker eronder. Grijze nieuwe sneakers van New Balance. Ja, die zouden daar echt
fantastisch onderstaan. Maar goed, die was dus 29 euro dat pak. Dat is helemaal niet duur. Ja, dat pak en mijn panterprint blouse, dat zijn wel mijn favoriete items van deze hele shoplog. Vond het echt weer super leuk om dit op te nemen. Ik hoop dat jullie het ook een beetje leuk vonden om te kijken. Nu weten jullie precies wat ik in mijn kast heb hangen. En mochten jullie vaker dit soort video's willen zien, laat het alsjeblieft weten in de comments. Geef het een dikke duim omhoog. En subscribe op mijn kanaal, zodat je nooit meer iets hoeft te missen. En dan zeg ik, Mattia, start de outro. Doei!